Dag boys, van het weekend een beetje naar de voetbal gekeken. Dag Nuno, ja. Ja, zo. En, wat vond je ervan? Ja, lastig, direct een goede binnenkomer zou ik zeggen. Ja. Ik vond ook wel dat de wedstrijden zeer prima niveau waren. Ja, interessante wedstrijden. Het was wel warm, hè. Moeten we wel rekening mee houden. Inderdaad. Nou, wijze wedstrijden gezien. Oké, die gaan we nu bespreken. Welkom bij de Langs de Zijlijn podcast, de voetbalpodcast uit Gent. Ik ben hier vandaag met Camille en Bryce. Dag jongens. We gaan beginnen met de eerste match van het nieuwe seizoen. Ja. Die al heel belangrijk is voor jou, Camille. Ja. KGent en Standaard. Ja. Goeie wedstrijd in het begin, vond ik. Aangenaam tempo. Na 10 minuten valt er al direct een rode kaart. Toon direct gezet, hè, in het begin van het seizoen. Scheidsrechters die zich direct laten opmerken. En ik denk een terechte tweede gele kaart voor... Ik denk Palut van Standaard. Ja, maar vond je die eerste gele kaart terecht? Ik vond dat wel. Die vond ik niet terecht. Een beetje zwaar. Ik vond het zwaar. Het was zwaar, maar niet onterecht. Hè. Vooral ook omdat het nog maar 10 minuten bezig was. Het was sowieso een fout, natuurlijk. Ja. Doorgesproken speler, ik weet niet, ik vond de terechte gele kaart... was zo... Ik weet niet, ik vond twee terechte gele kaarten. Ja. Mm-hmm. Over het algemeen weinig discussie over. En dan begint de wedstrijd. Ja. Penalty fout van Torunariga. Ja. Vond je het een penalty? Moeilijk. In het begin direct, het eerste beeld vond ik echt van niet. Maar dat is een supporter. Maar ik weet niet, je kunt erover discussiëren, maar het is geen onterechte penalty. Nee, dat is sowieso. Het is een fout. Het is een fout in de 16. Ja, dus, hij was te laat. Dus. In principe mocht je die, ja. Exact, ja. Je kon hem geven. Dan valt de vrije trapfase. Hè. Ja, met het armpje, ja. Ja. Ja, nee, dat vond ik ook wel gek. Dat gewoon niet erg bekeken werd door de VAR. Ja. Want dat was zo overduidelijk dat hij... Een beweging want... naar, hè. Allee, ik dacht ook dat ze het niet herbekeken hadden. Hè? Nee, ze hebben het niet herbekeken. Het was heel rap. Ze hebben heel rap verder gespeeld. Nee, dat was misschien even zo... dat is ook een VAR intervention. Ja. En dat was gedaan. Was er niks niet meer. Ik vond het een beetje... Om eerlijk te zijn, vond ik het zelfs een beetje gewoon vaag zelfs. Dat er niet naar gekeken werd. Maar ja, ik ga daar niet verder over oordelen, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat... Allee, ik bedoel... Het was duidelijk een strafschop, hè. Ja. Het was gewoon een overtreding, hè. Ja, dus tuurlijk. Handspel... Dan moet er altijd een penalty gefloten worden. Het was ook gewoon 100% bewust. Ja, dat inderdaad. Hij uitstak voor die bal te deviëren. Dus, ja, inderdaad. Ja. Zou ik ook gewoon een penalty geven. Dus Gent gaat rusten met 1-0 achter. Ja. Standaard met een man minder. Mm-hmm. En in de tweede helft is het Tissoudali, denk ik. Die scoort na een heel goede actie, vond ik, van Lemaitre. Ja. Mm-hmm. Sterk. Ik vond Lemaitre heel sterk spelen. Ja. Ja. Dat is een goede voorzet. Allee, assist ook. Ja, afleggen en dan was het vrij makkelijk binnenwerken. Ja. Voor een beetje een poepgoal eigenlijk. Ja, vooral goed gedaan. Het is spitschool. Moet er staan, hè. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Zeker en vast. Ja, vooral de actie van Lemaitre vond ik heel sterk. En bal afleggen. Die goal daarna vond ik ook echt En de goal nadien, heel goede voorzet van Koms. Ja, ook prima binnengekopt. Gent, die over het algemeen heel sterk speelde, vond ik eigenlijk. Ik vond Gent op niveau. Op niveau. Maar, dus niet teleurgesteld, maar ja. Ik denk wel dat Gent beter kan, alleszins. Het is zeker niet in de top van het kunnen, hoor. Maar Gent mist ook 3 heel belangrijke spelers. Ja, dat wou ik net vragen, zoals dat ze nu speelden. Ja. Ik heb die voor mij in een 3-4-3. Ja. Dus vanachter, Torun, Angadeu en dan heb je Kumu. Dan heb je Hulsager, die normaal niet... zoveel heeft gespeeld vorig seizoen, die nu wel weer, ook in de voorbereiding heb ik die vaak zien spelen. Heb je Kums, is wel een vaste waarde op je middenveld. Maré, dat was echt een gigantische verrassing. Ja, ik wist al niet dat Maré was. Ja, maar die heeft in de Supercup is die opeens ingevallen. Ah, ja. Dat was mega vaag, vond ik. Ik denk dat elke Gent supporter... Zelfs toen had ik dat niet eens door dat die was. Ja, elke Gent supporter kan beamen dat dat een vrij random speler was om erin te droppen. Dat vervanging ook, hè. Ja, maar als je ziet hoe dat Owusu dan is ingevallen in de plaats van Maré, dan vond ik dat mega raar dat hij gestart is. Misschien training is toch beter gepresteerd dan... Maar Owusu was belachelijk goed, hè. De match zelf, maar gelijk dat Bryce zegt... Misschien op training. Coaches gaan vaker op training hebben dan wat ze al hebben gepresteerd vroeger. Ze hadden nog niet echt... Maar als je dit ziet,
dan speelt hij toch gewoon volgende week. En start hij toch gewoon. Ja, Owusu. Ja, Steven. Die heeft een supergoed seizoen gehad in het jaar onder Torupe. Dat was toen mijn interesse van Atletico Madrid zelf. Maar helemaal weggevallen eigenlijk, onder Van Asbroek. En dan nu verder met opstellingen heb je nog Matis, de rechts. En dan heb je aanval. Ja. Is Tussoudali, Lemait in de spits. En dan Kuipers. Wat vind je daarvan? Maar dat gaat sowieso niet de vaste opstelling zijn. Lemait heeft een heel goede match gespeeld. Maar in principe... Maar die start eigenlijk niet als de poitre. Nee. Er is Jules Seger... Denk je wel dat ze met die balanceert er zo op, hè? Die zit zo in... Maar Gilles Seger heeft wel veel potentieel altijd, vind ik. Allee, dat is echt een speler dat ik in geloof. En ik heb dat ook aan u gezegd toen dat hij net naar Gent kwam. Dat dat echt een toptransfer kon zijn. Maar ze spelen met flitsen. Maar dus, het probleem is dat als een fitte Ojija speelt Gilles Seger er eigenlijk altijd uit. Normaal gezien wel. Dus, Maar ja, het is ook nog te zien welk niveau dat Ojija haalt, hè, dit seizoen. Want... Allee. Maar nu speelde Hulsteger wel op links, dus dat vond ik wel opvallend. Nou, dus, ik zo heb mij, als Hulsteger die speelde, wat ik daarmee heb, die kan misschien een hele match onzichtbaar een beetje zijn, een beetje zast werven, en opeens één pas of één trap en dus goal of assist. Ja, dat is wel Hulsteger. Ja. Maar de fase van de wedstrijd was denk ik Ducent scoort. Op de enige kans in de tweede helft voor Standaard. Dat was wel ook een mooi doelpunt. En, slecht assist, verdedigd. Maar die assist slecht die voorzet van, was ook was van een jeugdspeler. Een jonge speler van Standaard. Prima voorgezet ook. Wie was dat? Was dat, niet, dat was niet Donum. Sanak, denk ik. Ja. Sihan Sanak, denk ik. Ja, mooi voorzet. Ja, maar de fase is gebeurd na die goal van Ducenne. Ja, Torunariga, die penaltyfase. En Bodare. Bodare slaan knock-out. Maar kijk... Ik weet niet, ik heb er ook moeite mee. Ja, maar dus, het ding is gewoon, Bodaar zou nooit voor Torunariga gegaan zijn. Je zag dat ook aan zijn handbeweging. Hij was niet vuisten naar voren, het was dit hier. Maar ja, hij was te laat. Hè. Hij kon daarom dat ook niet... echt een uppercut was, omdat hij zo kwam. In de plaats van zo gestrekt. Ik kan je ook niet zeggen dat je die penalty niet had mogen geven. Maar ik kan wel zeggen dat ik snap dat je op dat moment zoiets hebt van dat hij twijfelt. Op dat moment. Maar het is, ik snap niet wat er in het hoofd van de ref op dat moment omgaat, want een schwalbe is het niet. En je ziet op de beelden dat er niks van bal wordt geraakt. Je zit ook gewoon in een sclessin. Je hebt niet zoveel tijd om daarover te beslissen. Maar en je ziet dat niet zijn bedoeling was. Wat mij bijvoorbeeld mijn eerste denkwijze was van, het is sowieso penalty. Sowieso. Dat was mijn eerste denkwijze. Ja, maar het is sowieso overtreding. Omdat dus Jordan... eerst in de lucht was. Ja. En dan pas kwam Bodaar af. Dus dan is eigenlijk de eerste die op de bal sowieso ging zijn, was Jordan. Zo was mijn eerste denkwijze. Maar dan moet je ook nadenken van... Ja, je ziet daar wel in een strafschop dingen. Heel veel spelers rondom hem. Er waren meerdere spelers in de lucht. Dan moet je ook een beetje afwegen. De keeper kan niks... Die kan niet missen. Maar je moet dat... Het is misschien een superstomme vergelijking, maar het is zo gelijk een speler die dribbelt rond de keeper. En de keeper die te laat de voeten induikt. Maar dan helemaal anders. Hij komt gewoon te laat, hè. En die intentie van de keeper is ook naar de bal. Het is gewoon een 100% overtreding. Wat Bodaar doet, vind ik wel logisch. Ik denk dat elke keeper dat had gedaan. Want je gaat niet blijven staan met gedacht van... Ja, shit, ik ga iemand mee hebben. Ja. Dat is niet slim. Allee, dan zit hij sowieso, hè. Maar het gaat niet over de actie van Bodaar die hem... De intenties zullen wel de bal geweest zijn, want anders slaat hij gewoon iemand bewust knock-out en dan is het rood. Maar dat zie ik ook niet echt gebeuren. Maar het is gewoon... Ja, het is gewoon een overtreding. Ja, zo simpel is het. En dan moet je daar penalty fluiten. Denk je dat Gent zonder die twee fases het had moeten kunnen halen? Tegen tienkoppig Standaard na een kwartier? Ja, mijn man minder en twee niet gefloten penalties. Ja, het had er helemaal anders kunnen uitzien. Mm. Ja. Als je 1-1 de rust ingaat, is dat ook al anders dan 1-0 achter staan bij het begin van de rust. Hè. Dus het gaat gewoon over de scheidsrechterlijke dwalingen die gewoon in het nadeel van Gent zijn geweest, denk ik. Wie was weer de scheids? Visser, hè? Ah ja, juist. En dan ook het referee department die dan achteraf toegeeft. Maar daar heb je niets aan, hè. Nee. Daar komen ze altijd te laat mee af. Soms heb ik zelfs zoiets dat ik liever heb dat ze het gewoon niet meer zijn, want dat heeft geen nut. Dat is meer zout in de wonden gooien, maar bon. Maar ik ben vooral benieuwd, want Gent heeft al aangegeven dat er een statement gaat komen. Wat gaat dat zijn? Wat kun je zeggen dat het
dat de score gaan aanpassen. Dus ja, dat gaat nooit. Ik denk ook niet dat dat... Nee, inderdaad, natuurlijk niet. Het meest nuttige ding is dat je kunt doen. Maar bon, ik denk dat we die match even kunnen afsluiten, want we hebben zo alles daarover besproken, denk ik. In die end pak je wel een punt op zijn. Inderdaad, maar ja... Ah ja, nee, eigenlijk, nu dat we erover bezig zijn... Een beetje standaard misschien. Over standaard, ja. Want die kwamen... Ik had gekeken naar een match tegen Mönchengladbach in het voorseizoen. Mm-hmm. En toen was ik daar wel van onder de indruk hoe dan die eigenlijk speelde. Allee, in vergelijking met vorig seizoen. En mm-hmm. nu tegen Gent vond ik die eigenlijk ook wel goed spelen. Het ding ook was, vond ik, bij standaard, als je die spelers zag, ze hadden een goesting. Ja. Amala en Raskin waren niet normaal. Hè? Ja. Amala, dat is echt ongelooflijk. Maar dat zijn spelers die normaal ook... Ja. Ik denk dat dat vorig seizoen iets mentaal vooral was. En dat hij nu een trein is. Dat ook gewoon was met supporters en allemaal. Ja, ja. Zoals nu, de supporters waren ook wel nog niet zo als je vroeger naar standaard keek. Maar pas op, hebben ze bij standaard niet 19.000 abonnementen verkocht? Mm-hmm. Dat is wel zot als je ziet hoe dat die gepresteerd hebben vorig jaar, hè, die supporters. Maar die supporters, dat is... Dat vind ik ziek, man. Ja, dat vind ik echt ziek. Echt clubliefde, hoor. Ja, het leefde daar ook. Dat was een beetje te veel. Ook dat je met standaard nu, is dat ze neigen naar een jeugd aan het integreren zijn. Maar dat is goed, hè. Mm-hmm. Maar, heb je het gezien, hè. Die hebben daar jeugd rondlopen. Ja, ze spelen er wat meer mee. Vorig seizoen ook, hè. Wie was daar? Was die een Sissako? Was dat geen jeugdproductje van standaard daar? Ja, dat kan. Die kopen meer jeugd en beginnen meer jeugd te gebruiken. En inderdaad, gelijk dat ze zegt, ze hebben daar ook goede jeugdspelers in. Ja, zoals die broer van Balikwisha, die dan nu ook gespeeld. Terugkomt, die Oio, 19 jaar is. Dan heb je die Sanak, ook 20. Nubi, die in Ohio is gekocht, hè. Die in Ohio. Ja, voor waar we? Nederlandse ploeg. Ja, alles is uit Nederland. Ik vond die eigenlijk ook die wel... Die komt van Leipzig. Ja? Ja, Leipzig, sorry. Ja, het was wel ingevallen met veel grinta, vond ik. Hij vloog wel echt op die een bal ook. Ja, ik denk dat Standaard wel een prima transferperiode gehad heeft. Allee, het zijn niet de grootste namen of zo, maar ik denk dat er vooral kastjes bij zitten. De trainers die daar van Idelia is toegekomen, dat gaat interessant worden. Goeie aanwinst. Zeer interessante trainer, vind ik. Zeer benieuwd naar wat dat Standaard dit seizoen nog gaat doen. Slechter kan moeilijk. Oké, dan gaan we nu verder naar Club Brugge tegen Genk. Ja. Een fel bestreden partij. Ja. Om het heel mooi te proberen zeggen. Ik denk dat dat direct een gooi is naar toch een van de betere wedstrijden die we dit jaar gaan zien. Interessant, ja. Het was een heel goede match. Ik denk gewoon, zoals je zegt, wedstrijden, maar ik denk ook gewoon een van de betere ploegen die dat we dit jaar gaan zien. Ja. Genk en Brugge. Ja, zeker. Genk speelde zeer overtuigend, vond ik. Dat was een ploeg die er wel uitzag alsof dan die in vorm waren. Genk vond ik heel indrukwekkend. Heel goed voetbal bij momenten. Ja, vooral absoluut. Ook omdat je in de voorbereiding veel over Anderlecht zag. Zelfs een ploeg dat over Union zag. Maar Genk was muizenstil. Dat was niks aan. Was niks en het enigste dat ik dan gehoord heb van Genk was zelfs negatief. Mm-hmm. Dus ik was wel geschrokken. Maar ja, ik bedoel, ze hebben wel Wouter Franke gaan halen bij Mechelen. Mm-hmm. Dus dat van nieuws was dat er wel. En dan weet je wel, oké, Genk is met iets bezig. Maar het voetbal dat ze laten zien was echt indrukwekkend. Dat was heel mooi. Een scheel contrast met vorig jaar. Mm-hmm, ja. Echt een heel goed Genk. Dus het was eigenlijk zo'n beetje het Mechelen, maar zo het Mechelen met zo de betere spelers. Meer kwaliteit. Ja, exact. Ja, Mechelen met meer kwaliteit. Het was echt zo het hogere Mechelen, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. Ze zagen er ook echt gewoon als een ploeg uit die mee kan spelen in een play-off 1 sowieso. Allee, het is heel vroeg om dat te zeggen. Hè. Het is maar deze match. Als ze deze vorm verder trekken, dan is dat een 100% play-off 1 kan. Als je dan een heel seizoen voluit speelt, dan zelfs gewoon mee voor het kampioenschap. Ja, absoluut. Het probleem waar Genk nu ook mee zit, bijvoorbeeld Ooyen. Arteaga was ook niet 100% na die match. Dan denk je zo van, want Ooyen... Verschrikkelijk goed gespeeld. Hè? En Sokki een paar keer in het zak gezet. Voor zo'n debutant te zijn, toch op het hoogste niveau. Want Ooyen nog niet zoveel gespeeld. Heeft wel al ervaring. Toch wel al, vind ik. Maar dit was zijn seizoen om in de basis heel de tijd te starten. Ja, maar zijn kruisbanden. Wat was het voorste? Ik weet het niet. Ik weet het niet welke. Ik denk ook voorste. Maar ja, in principe, het komt erop neer. Hij is geblesseerd en het is jammer. Het is zo. Hij is lang oud. Het is zo, ja. Kleine, korte samenvatting. Ja. Waar ik dan denk van, want dan heb je daar nog iemand anders rondlopen waar we niet iets van hebben gezien in die match. Bogonda en Theo. Bogonda. Stond hij erop? Nee, dat is juist wat ik wil zeggen. Die was er niet bij. Die stapt vertrekken, toch? Ja, maar ik vond... Die vertrek? Ik had gehoord dat hij weg was.
dat hij weg wil. Ja, want dat is wel niet het eerste seizoen dat hij weg wil. Dat is echt zo iemand. Nu met Ooyen dat uitvalt, wie kan er nou zitten? Pencil, maar wie dingen? Tresor heeft toch gespeeld? Met Tresor was het middenveld. Een beetje centraler, hè. Ja, maar die kan toch ook op de flank, hè, Tresor? Ja, maar die gaat daar niet uitkomen, denk ik. Maar het is wel iets wat ik Wouter Franke wel zie doen. Ja. Het is wel... Ja, maar je gaat naar het middenveld brengen. Preciado terug. Preciado vind ik ook wel goed. Preciado heeft hij terug. En super fysiek gespeeld ook. Hij had terug assist. En een goal. Preciado? Ja, nee. Preciado heeft niet gespeeld. Of assist. Nee, Tresor en... Assist op Tresor, sorry. Ja, nee, en Dessers, vooral Dessers vond ik eigenlijk een beetje de verrassing in Genk. Allee, Onuachu, verrassing? Maar Onuachu was oud. En dan weet je wel dat hoogstwaarschijnlijk Dessers gaat worden. Maar vooral de manier waarop dat hij speelde. Je hoort nu terug geruchten dat hij op punt staat om naar ergens in Italië. En, ja, maar hij is zo'n raar ploegje. En Kopenhagen, een van die twee ploegen. Ja. Allee, ik vind dat heel jammer. Ik zou die echt heel graag in Genk liggen. Tuurlijk, ik ook. Maar het is wel zijn droom. En iemand zijn droom... willen afpakken, dat gaat niet makkelijk. Als hij daarmee in zijn kop zit... Maar dan snap ik niet waarom dat hij naar Genk gegaan is in eerste instantie. Om terug... Om, misschien een stapje. Hij heeft die stap gezet om zichzelf terug naar omhoog te zetten. Maar had je dan een watje die de 35... Maar hij heeft op een hoger niveau gespeeld vorig seizoen. Ja, maar die wilde geen voor een miljoen betalen. Ja, maar is naar de promovendus van de Serie A gaan per se? Ja, Genk speelt wel geen Europees. Maar het is wel buitenlands voetbal en in een topcompetitie. Ja, dat is waar. Ik vond Dessers heel goed. Echt, ik ook. Echt belachelijk goed. En dan heb ik zoiets van, het is enkel in Genk een voordeel als die zou blijven eigenlijk. Het zou ook gewoon mooi zijn voor onze competitie. Ja, absoluut. Een speler gelijk Dessers zie ik graag rondlopen. Ja. Mm-hmm. En wat ik dan wel jammer vond, is dat hij dan die ene kans daar niet afgewerkt heeft. Maar Genk heeft veel kansen gemist. Ja, inderdaad. En dat is ook zo'n beetje het verhaal van de match dan, vind ik. Genk was wel dominant in het begin en had de meeste kansen, maar ze werkten ze niet af. En dan weet je, als je tegen een ploeg gelijk Brugge speelt, dan die elke kans gaan proberen benutten. Allee, maar en ze scoren echt uit het niks, maar echt heel lekker. Maar dat is Club Brugge, dat hè. Dat is echt gewoon, zoals ik zeg, wat andere ploegen wat mee moeten doen. Ik kan nu geen specifieke ploeg zeggen of zo, maar... Gewoon trappen, man. Gewoon aan die 16 lijn komen. Gewoon trappen. Niet te veel en nadenken. Niet te willen overpassen ook de bal. Allee, ja. die pakt die bal direct op zijn voet en dat is direct bam. En dan denk je zo van, ja, dit is wat we willen zien. Dit is het voetbal. En ook gewoon die fase van Dessers dat hij alleen door was. Hij twijfelde gewoon gelijk te veel. Gewoon, hij moet hem gewoon een keer... en bam. Hij bleef maar... Hij was zelfs aan het wandelen met de bal. Hij was aan het wandelen. Dat vond ik raar. Hij dacht dat hij tijd had. Ze hadden net al 3 of 4 kansen gemist. En hij had zoiets van... Ja, nu ga ik hem erin knallen. Mm-hmm. Als je dat dan hebt, vind ik zo van... Ja, dan loop je daar naartoe en dan pegel je die bal in, zoals Vrij met die penalty. Dan... Gewoon verstand op nul. En... Ja. Maar op het moment dat hij dat hij alleen op goal afloopt, was toen al 1-1 of was toen nog 1-0? 1-1, denk ik. 1-1 al, hè. Want hij scoort echt een heel goed doelpunt. Hè. Mm-hmm. Was een mooi doelpunt. Ja, echt een spitse goal. Hè. Belangrijk ook. Voorzet van... Voorzet van wie? Zou die van Preciado zijn? Ito. Ito. Ja. Ito die ook echt fenomenaal. Ja, elke Ito match altijd, ook. Hè. Altijd. Ja, elke match. Ik snap niet wat hij dan nog steeds doet eigenlijk. Ja. Ja. Ito. Maar hoe het is Ito? Dat vraag ik mij wel af. Geen idee. Want dat is een Japanner. Je ziet dat moeilijker, hè? Maar dat is... Hij is 29. Ja, dat is bijna 30. Ja, dat is de leeftijd van en die ziet eruit gelijk een gast van 23. Ja, ik zou zeggen 25. Echt een wakker, nee. Dat van... Ik denk dat Genk staat blijkbaar op punt om ook Lukumi te verliezen. Ja. Aan Ajax. Ja. Ja, serieus. Een Ajax? Ja. Schroeder. Waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat zou echt een ongelooflijke aderlating zijn ook voor Genk. Want dat is echt een heel goede verdediger. Mm-hmm. Dat is wel. Insane. Dus Genk heeft me echt verrast. Echt me zwaar verrast. Maar Brugge... dan langs Brugge een kant scoren ze... De 1-0 van Skovolsen kwam uit niks, maar trapt hij echt ongelooflijk goed binnen. Echt een heel mooi doelpunt. En dan is de gelijkmaker, hè, denk ik, na een goede goal van Tresor. Nee, Tresor was de 1-2. De tweede. En dan Dessers. Ja. En dan... Dan Van Aken. En dan Van Aken. Heel de match onzichtbaar ook, hè, Van Aken. En ineens komt hij daar opduiken in de 16. Van Aken goal. Dat is... Pak wel. Sorry. Het was juist geen kopbal. Heel opvallend bij Van Aken en... Na de vorige systemen met Clément en Schreuder, dan zag je die veel meer in het spel.
Ja, nu. Maar nu en was nu Brugge vooral over het algemeen. Maar ik denk ook, je moet ook een beetje rekening houden. Het was warm. Van Aken is ook al een beetje op leeftijd. Allee, dat is niks meer. Ik bedoel, hij is ook geen 50 jaar. Nee, maar ik bedoel, het was voor iedereen warm. Sorry, maar je zag dat ook aan een Skowolsen. Ja, zag ook dat hij aan het zweten was. Maar oké, die is jonger. Die kan nog meer uit zijn lijf halen dan wat Van Aken. Nu nog kan niks aan Van Aken. Van Aken, goede speler. Maar ik bedoel gewoon, het was warm. Ook zag je dat bij Ruud Vormer kwam er ook niet echt volledig uit naar een normale Ruud Vormer. Die speelt normaal veel beter. Maar van Ruud Vormer verschiet ik daar nu wel niet van. Dat hij wel een beetje van niveau... Maar hij mag weg, hè. Hij mag weg. Ah, wel, ik denk dat dat in zijn hoofd ook wel al wat speelt. Met Nielsen nu en al, dan is dat een beetje... Ja, over Nielsen gesproken, wat vonden jullie van zijn invalbeurt? Wow, ik vond dat hij niet echt opviel. Je kunt daar ook nog niet zoveel over zeggen. Hè. Hij werd daar ook gewoon direct aan de kant geduwd. Ja. Dat vond ik wel mooi. Daar ga ik niet over... Was dat niet Sam Wazen? Ja, Sam Wazen speelt bij Gent, hè. Ah ja, nee. Wauw, ik was er zo... Ook een goede speler, hè. Maar... Nee. Oh, dan, nee, wat was dat dan? Zou dat niet Preciado geweest? Nee. Maar... Ik zit te veel met Preciado. Ja, over Nielsen kan ik niet al te neutraal oordelen. Hij lijkt op Sam Wazen, dat weet ik. Huh? Want anders zou ik er niet op Sam Wazen zijn gekomen. Ik heb geen idee over wie dat jij het hebt. Ik heb ook echt geen idee. En hij gaat hem echt niet in de vangrail duwen. Hè. Bon, het komt erop neer. Het maakt niet uit. Fysiek gewoon overmeesterd toen dat hij erop kwam. Nee, Nielsen, dat gaat vooral de komende wedstrijden zijn. Ja, maar ik vind ook... Die heeft nog niet zoveel meegetraind. Het was zijn debuut. Je kunt ook niet verwachten dat hij er nu al drie in netje gaat. Ze brengen die gewoon nu ook een beetje voor de supporters ook aan het einde. Ja, waren wel echt onthaald. Als... Was hij zo aan het roepen, super boetjes en zo. En dat allemaal... Heeft hij staan roepen? Ja, hij heeft met de megafoon naar de supporters staan roepen, super boetjes en zo. En dat allemaal omdat hij niet naar Gent is gegaan. En naar Anderlecht? Maar ja, was dat een ding ooit? Ja. Nielsen en Anderlecht? Volgens Transfermarkt, 83%. Hé, ik was aan het dromen. Zo. Nee, dat ging niet. Maar nu niet meer. Nu, nee. Maar kijk, of dat... Nee, Anderlecht kan max 1 miljoen neerleggen. Dat ging nooit gebeuren. Alhoewel... Misschien nog een beetje over Jutkla. Daar gaan we straks wel over hebben. Jutkla eerst een beetje... ik vond eigenlijk dat er drie sleutelfiguren waren, zelfs bij Brugge, want je begint over Jutkla. Maar ik vond vooral Simon Mignolet en Skowolsen... Ja, absoluut. Zeker Mignolet. Maar ook Jutkla. Ook. Ik vind dat de twee beste mannen waren sowieso Jutkla, Skowolsen en Mignolet. Maar ik vond Mignolet toch wel man van de match. Zelfs. Ja, dan Skov. Maar ja, Skov redt het wel. Maar ik snap wel waarom Mignolet, want Mignolet redt hij ook. Als Mignolet daar niet stond, dan waren ze... Dan hadden ze... Dan was het niet goed afgelopen. Maar Jutkla toch eerst een goede op ons hoog niveau. Ja. Of je laten zien. Oké, dus... Maar het is een eerste wedstrijd. Ja. Ik vind dat zo moeilijk om te doen. Hij zag er altijd gewoon niet uitgelegd dat hij niet op zijn plaats was. Zeker niet. Hij zag wel, die heeft zo'n grint al voor doelpunt. Ja. Dus... Hij gaat er alles aan doen om tot de kans te komen. En... Ja, de Brugge supporters onder ons waren helemaal zot aan het gaan over zo één actie dat hij daar tegen de paal trapt. Ja, of zo. Ja wel zo'n fysieke actie ook wel. Maar... Doet die Sudali elke wedstrijd 4 keer. Maar het is een jeugdspeler. Dat is zotter als hij dat doet. Voor de rest, nog over Brugge dan. De Ketelaren en Lang. Ja, die gaan weg, hè. Ja, zijn we daar zeker van dat die nog weggaan? Want... Als we Fabrizio mogen geloven. Heeft Fabrizio nog iets getweet? Lang en ook over de... over de Ketelaren is er een hele saga bezig. Ik vind Lang ook zo goedkoop. 20 miljoen voor Lang zou weinig zijn, hoor. Allee, maar het niveau dat hij nu had, is dat niet weinig. Ik denk dat Brugge teleur... Ik bedoel hoe dat Brugge en hoe hij zelf over zich praat en ook wat hij eigenlijk wel heeft bewezen in deze competitie. Want hij heeft wel echt iets bewezen in zijn eerste seizoen. Dat was echt fenomenaal. Zeker. Maar toen dat hij ook wel minder her is aan zijn hoofd van alle media en alle supporters van alle andere clubs, moet ik zeggen. En dan vind ik 20 miljoen wel weinig. Want als je weet dat andere spelers, ik kan geen namen noemen of zo van andere clubs, maar die minder eigenlijk hebben gedaan in onze competitie, die wel voor mee zijn vertrokken. Wie? Nee. Nee, maar snap je, daar heb ik daar zo mee. En met de Ketelaren, AC Milan heeft tijd genoeg, Brugge heeft tijd genoeg. De enige die misschien niet kan wachten is Charles zelf. Ja, dat snap je wel. Het zou een naaien zijn voor hem, moest zijn. De transfer deadline is nog open tot 31 augustus. Ja, dat is nog een maand. Ja, natuurlijk. Die hebben nog, ik weet niet hoe lang, om een beetje te staan over en weer te vliegen en dat te doen. Ik denk ook gewoon dat... Denk aan het milieu. En wat te staan zeuren over 3 miljoen, maar wie weet, is dat binnen 3 weken of zo in de chakoche. Maar 3 weken zou lang zijn, dat is het begin van het seizoen met bij Milaan. Dat is kaks, als je die voorbereiding niet meemaakt. Maar misschien zijn mensen daar ook zo wat
ongeduldig over die transfer, omdat heel die saga dat zo keihard opgeblazen is in de media in het begin alleen maar. In het begin van die onderhandelingen. Tuurlijk. En mensen vergeten dat... In het begin spraken mensen over 80 miljoen voor de twee. Ah, ja. Ik dacht twee, ja, okay. Voor de Ketelaar 80 miljoen. We hebben het over Noah en Charles. Dus dat spraken ze in de media over 80, 70 miljoen als Club Brugge ging krijgen. Maar ja, als ze nu, als ze nu aan de prijs die genoemd wordt verkopen, zitten ze daar toch niet gek. Ja, 60 miljoen, 50. Ja. 55. Dat is wel heel veel geld. Dat is veel, hè, ja. Ja. Voor twee, maar wel twee, twee van een blad. Maar nee, dat is goed, hè. Voor Brugge. Voor Brugge. Ja, dat is goed voor Brugge. Ja. Misschien worden ze inderdaad. Maar dan wat, nog de penaltyfase aan het einde van de wedstrijd. Was gewoon penalty, toch? Ja, was penalty. Ik vond het wel grappig dat Larry en Percy wou nemen. Allee, we dachten een kleine Diagne-fase. Hoefkes zei van niet, hè? Hoefkes zei van niet, maar ik geloof er echt niet. Eigenlijk echt niet. Als je dan die penalty terugkijkt en je ziet Larry die op die paal trappen. Hadden jullie gedacht als kop die direct ging trappen onder de slof? Nee. In die hoek. Maar ik heb zelf die tijd niet gehad om na te denken. Het was direct. Ik heb teruggekeken, maar toen dacht ik in mijn eigen van... Wie de fuck trapte vanaf daar? Ja. Wie de fuck pakt die direct op de slot? Zot, en die bal glijdt over de grond. Hè? Die gaan niet in de lucht, die glijdt over de grond. Dus dat is perfect getrapt. Hè? Dan denk je zo van... Die guy kan balie, man. Hij kan balie. Het is een poepgoal, maar het is ook een mooie goal. Ja. Het is moeilijk om uit te voeren. Het is een moeilijk uit te voeren poepgoal. Je moet beseffen, die bal kwam zeker tegen 80 km per uur. Ja, ja. 100%. Ja, wordt hard, hè. Want die trapt je hem vol tegen de paal terug, dat komt een effect op. En in één af, tijd, pets, hè. Ja, amai. Wordt Skovolsen de man van Club Brugge dit jaar? Ik denk dat wel. Ja. Meer dan Jutelen? Ja. Ik heb dat vorig seizoen ook gezegd. Terecht toen ik die transferdag die guy gaat maken. Ja, maar ik denk dat ook dat hij een grotere impact gaat hebben dan... Dan Jutelen, ja. Jutgla gaat daar meer van dienst zijn van Skovolsen dan Jutgla. Snap je wat ik bedoel? Wacht, nu moet ik even nadenken. Dat ging moeilijk. Dat Jutgla mee gaat hebben naar Skovolsen dan Jutgla. Ja. Oké. Okay. Ja, misschien ja. Maar Jutgla maakt ook zelf zijn kansen meer. Ja, Skovolsen is ook iemand die zelf kansen creëert. Mm-hmm. Maar ja, ik snap wat je zegt. Skovolsen is iemand die echt flank op zoek naar binnen gaat, linkerpoot, boom. Ja. Allee, Ito, maar... Van Aken gaat daar ook nog rondlopen. Dus Brugge heeft gewoon een steady team. Ja, zeker. Die titel te ambiëren. Ja, denk je dat dat haalbaar is? Want ik moet wel zeggen dat Brugge nu niet zo indrukwekkend was. Brugge is sowieso titelkandidaat. Ja, maar... Het is eerste wedstrijd, ja. Ik hoop voor hen dat niveau wel nog naar boven gaat. Ik denk dat niveau. Ook gewoon, ja... Het zou wel moeten ook, hè. Warm, met zo'n kern en zo. Ja, het zou inderdaad wel moeten. Oké. Genoeg gelachen. Tijd voor de serieuzere matchjes. Antwerp-Mechelen. Eupen Charleroi. Boom, boom. We gaan het wel degelijk over Eupen Charleroi hebben. Ah, oké. Okay. Kort even misschien. Ja. Het was Charleroi-Eupen. Charleroi. In Charleroi. 3-1 voor Charleroi. Ja. Ja. Verdiend. Verdiende overwinning ook. Logisch. Wat mij opviel aan die match, is dat Preveljak het niet zo makkelijk had. Maar die gaat zijn doelpunten wel maken. Ja, en weet u dat, waarom dat ik denk dat dat komt? Omdat Eupen een super zware voorbereiding gehad heeft. Ja? Eupen heeft een heel fysiek lastige voorbereiding gehad. Mm-hmm. Ook een Duitse coach, die neigen al wat meer naar Stork, een fysiek harde voorbereiding. Mm-hmm. En je zag wel aan Preveljak dat hij zo wat erdoor zat. en het was ook redelijk warm weer. En ja, het was moeilijk. Eupen is voor mij wel een absolute degradatiekandidaat. Eupen heeft wel verschrikkelijk goede voorbereiding ook gespeeld. Ja, ik zou die niet als degradatiekandidaat zetten. Nee, ik zet dat wel. Altijd eigenlijk. Ik zet die altijd. Maar dat is omdat dat zit in je hoofd dat dat een klein ploegje is. Ik denk echt wel dat Stork daar echt wel iets mee gaat kunnen doen. Ja. Dat is zeker. Ben benieuwd. Die Peters en al die spelen wel goed. Eupen en play-off 1 dus? Nee. Danny. Maar Charleroi vond ik heel impressionant. Ja, Charleroi, mooi voetbal. Die spelers hebben fysiek bijgekregen. Die Zagorie. Lichaamgast heeft hij gekregen. Ja. Zorgan, oké, die was wel al. Maar Zorgan heeft een goede match gespeeld. Die is nog meer fysiek. Ja, Zorgan. Qua techniek. Ja. Allemaal door vooruit gegaan, precies. Zwaar op vooruit. Goede voetballer ook. Maar ik zou nu ook niet zeggen dat direct een play-off 1 kandidaat is. Nee. Maar misschien randje, play-off 2. Eupen gaat gewoon een ploeg zijn waar je
die gaat bepalen... Allee, als je tegen Eupen, Charleroi punten verliest, dan ga je het lastig krijgen om zo play-off 1, play-off 2 te halen. Dat ja, als je zo'n ploeg zet dat daar echt voor moet strijden, inderdaad. Ja. Ja. Mm-hmm. Lastig tegenstander. Okay. Charleroi. Dan gaan we verder naar de volgende match. Want dat zijn nu ook niet de kleppers van de eerste speeldag, om daar eerlijk over te zijn. Zulte tegen Serre, inderdaad. Ja, ook een degradatiematch, vind ik ze. Ja, denkt je dat Waregem voor degradatie speelt? Allee, tegen degradatie vecht dit seizoen? Sorry, Gilles, ja. Ja? Ja. Allee, ja. Maar voor mij blijft Serrain wel echt gewoon degradatiekandidaat. Serrain is nummer 1 sowieso. Qua van onder. Ook Mazis weg. Maar Zulte was niet impressionant tegen Serrain. Dat maakt niet uit, want Serrain was niet goed genoeg. Nee, Serrain is niet goed genoeg. Ja, voilà. En nu dat ze, zoals ik net zei, Mazis kwijt zijn, een van hun sterspelers, ja, wie gaat het dan doen voor hun? Ik weet het niet. Ja, ja. Drie kwart van die kern ken ik ook niet bijna. Dus Nico Tati is volgens mij weg, niet meer. Ja, ook weg. Dus alles wat die hadden, weg. Is weg. Dus ik hoop voor Serrain dat ze er nog iets van kunnen maken, maar ik vrees ervoor, eerlijk gezegd. Het wordt een lastig seizoen. Ja, het wordt een heel zwaar seizoen. Ja, absoluut. Voor Serrain. Oké. Antwerpen heeft gewonnen op Mechelen ook. Ja. Van het weekend. Ja. Vrij, twee keer goed. Twee goals van Vrij. Dus wel echt... Strafschop en een heel lekker doelpunt. Ja, echt en op heel korte tijd ook. Hè. Eerste was heel lekker. Ja. Aangenomen. Ja. Mooie bal hè, van Alderweireld. Twee controles ook. Nodig en bam. Echt ziek spel in zicht van Alderweireld om hem schoon daar te leggen. Ja. En Vrij goed gelopen. Vrij zeker. Ja, je zag dat ook direct naar die goal line. Dat was even zeggen, Jansen, kom maar haast. Ah wel, ja. Dat gevoel had ik ook. En wat ik heel mooi vond, is van... Dan zoals je zegt van, ja, Vincent, kom maar gast, we gaan strijden. Die interview die hij gaf, was keimooi van wat Vrij. Wat hij gezegd, hè? Zo van, maakt mij eigenlijk niet uit dat er Vincent Janssen zit of wat hij met zijn carrière heeft gemaakt. Ik ben hier voor mezelf. Tuurlijk. Wij zijn hier voor Antwerpen en wij zijn hier voor goals te maken te samen. Boom. Exact. Vind ik mooi. Vind ik echt zo van... Mooi. Antwerpen. Mooi. Antwerpen, ja. Antwerpen, kampioenswaardige ploeg, denkt u, dit seizoen? Of een ploeg die mee mag strijden? Die gaan meedoen. Die penalty. Wauw. Ja, man, dat kan ons komen. Zijn arm haast. Ogeren, koeken. Ja. Koeken toch? Hey, die is gewoon bij die goal ingeramd. Ja, kun je dat niet tegenhouden? Allee, bon. Volgende ploeg die misschien kan verrassen dit seizoen: Anderlecht. Ik vond Anderlecht het meest teleurstellende ploeg die dat ik gezien heb. Van alle topploegen. Maar ik denk dat er ook gewoon redelijk wat hype achter zat. Ja, sowieso. En dat daarom, maar dat is altijd bij Anderlecht. Ja. Je verwacht daar zoveel van. En ze hebben wel nog eens hun eerste match kunnen winnen. Ja, inderdaad. Het was ook al 3 jaar geleden bij Anderlecht. Hè? Bij sommige ploegen is het al 10 jaar geleden. Kijk, ik kan het mij niet voorstellen. niet meer. Maar dus... Ja, ik vond persoonlijk dat Ishak niet zo super debuut gemaakt heeft. Abdulrazak. Beetje onopvallend. Ik vind het niet opvallend. Ik vind hem wel opvallend. Ik vind hem gewoon bang hebben. Bang om fouten te maken. Niet goed? Is het bang? Goed? Nee, want het is goed als het aanvallend is. Want aanvallend kun je leren en aanvallend kun je groeien. Maar verdedigend, als je verdedigend bang hebt, dan ben je geneukt. Maar ik moet wel zeggen... En hij is verdedigend niet bang. Maar okay. Ja, luister. En dat is het ding. Verdedigend heeft hij niks. Maar ik vond de andere twee debutanten... Silva en Esposito. Ja. Vond ik interessanter dan... Maar dat viel mij gewoon op. Mensen keken meer naar Esposito. Maar dat is logisch ook, hè. Dat is bekend. En veel keken ook naar Trebel. Ja, Trebel was goed. Prima, Trebel was mooie, goed. Mooie actietjes. Zowat draaitjes en al. Ja. Trebel was zeer prima. Ja, Silva dan natuurlijk, gelijk dat je zei. Heerlijk doelpunt. Lekker binnengetrapt. Dat stadion ontplofte ook wel echt. We waren wel blij. Ik zag de bal niet vliegen. Hij ging zodanig snel, ik zag hem niet passeren. Het was, ineens zat hij het netje. En ik vond ook aan sommige bewegingen gewoon al van Silva, zie je wel dat hij echt wel van hoog niveau is. Als je nu aan mij... Ja. De looplijnen, sorry, hè. Maar wie gaat er hem anders met een verdediger voor hem op die manier er zo hard in trappen? Ja, veel chance dat tussen de benen was. Dus voor hetzelfde schiet hij hem anders trapt hij hem niet, hè. En dat is ook... Ja. Filip Joos heeft ook al een keer gezegd dat hij dat niet snapte, waarom dat gebeurt. Dan de speler zijn been zetten. Dat is gewoon weten, ik trap hem en hij gaat zijn been daar zetten.
Allee, ja. Dus jij denkt dat de bedoeling was om hem tussen te brengen? Bewust. Wel, ja. Dat is bewust. Dat zie ik ook wel aan zijn actie. Hij wacht. Als een spits weet je dat een speler de reflex gaat hebben om zijn been te zetten en dan ongeveer waar dat hem moet trappen. Ja, dan moet hij hem er wel nog krijgen. Maar bon. Ja, Anderlecht had het beter kunnen doen. Maar wel gewonnen. KVO was oké. Okay. Ja, als ze efficiënter waren, was het een andere match. Ik vind... met de ploeg die wij hebben, ook al zag je dat met Rafaelov, Esposito, Verscharen, Achimero, Trebel, Ishak, Amuzu. Al die kwaliteit. Dan denk je zo van, hoezo kunnen wij Oostende niet wegtikken? Maar dat hebben wij niet gedaan. Het was 30 graden. Het was 30 graden. Ja, maar niet 30 graden. Maar ja, maar dat was een andere... Maar moet nadenken van... Het was niet maar het is zoals dat Gilles zegt. Maar het is zoals dat Gilles zegt, snap je? Je kan een ploeg wegtikken en verliezen, of je kunt het niet doen en 2-0 winnen. Ja, dus maar... Het is gelijk Brugge. Ja, exact. Ja, ja. Genk tikte Brugge bij momenten weg, maar Genk verliest. Het probleem is, dat is allemaal goed en wel, maar het probleem is, Anderlecht supporters zijn dikke nekken. Maar weet je wat dat is, Bryce? En als wij niet dat voetbal gaan brengen, gaan Mazoen er niet lang blijven. Nee, maar luister. Weet je wat dat is? Dus gewoon het groot contrast tussen Compagnie en Mazoen. Compagnie wou het op een mooie manier winnen. Ja, maar dat denk maar Zoet, dat boeit hem niet. Hij wil winnen. Denk, oh, maar ja, jullie hebben Weiler ontslagen omdat jullie kampioen zijn. Dat is al even geleden. Weiler was niet over zijn voetbal. Want Weiler heeft met 5-mansverdediging voetbal Anderlecht aantrekkelijk gemaakt. Nog aantrekkelijk gemaakt. Want sorry, met kampioen gemaakt. Ook, maar ook nog aantrekkelijk gemaakt. Want we brengen er op het einde wel echt nog aanvallend voetbal met Weiler. Oké, in het begin was dat een beetje zoeken. Maar op het einde was dat echt nog... Maar zoals nu... vind ik niet dat het is iets met Compagnie. Het is iets met de Anderlecht supporters in hun brein van we moeten nu Nee, het heeft gewoon te maken met DNA van Anderlecht. Snap je? Dat ook, maar dat zit in het brein van een normaal Anderlecht supporter van wij moeten hier Oostende bij wijze van spreken met 70% balbezit. Wij zijn dat zodanig gewoon van... Ja, gewoon van vroeger. Van vroeger en dat blijft zitten, dat is... En niet echt veel mensen snappen dat, maar ik zeg je, als Mazou zo'n match gaat blijven spelen en met 2-0 en zelf gaat winnen, supporters gaan niet blij zijn. Nee, dat ben ik. Ja, duizend procent zeker. Maar dat is toch Weiler-complex, dat is toch hetzelfde? Maar Weiler had problemen met zijn spelers en had problemen met de media. En dat is iets veel anders. Maar ja, nee, maar jullie waren toch ook niet gelukkig met hem? Maar als supporters zijn het toen wel. Maar omdat je kampioen bent geworden. Ja. Tegen het einde, moet ik zeggen, was ik ook niet. Dat boeide jullie niet meer. Nee, maar dat is het verschil niet met Mazou. Dat hij hetzelfde kan creëren, ook al wint hij nu met 2-0 supporters, waren niet blij naar KVO. Dat is de verwachting. Je mag aan de helft dat in het stadion waren gaan vragen wie blij was, dan was de helft niet blij. Ja, maar weet je wat ik dan wel vind? Omdat ik zeg, zoals ik zeg, Anderlecht wint, maar ze waren... Qua dominant. We waren niet super. Het was een beetje teleurstelling op basis van wat we allemaal aan het horen waren. Veel te laag. Oostende was op onze helft aan het voetballen. Ja, maar dat is omdat Oostende een monster heeft. Ik wil gewoon meegeven hoe dat de supporters aan het nadenken zijn in Anderlecht zelf. Die accepteren dat niet. Van Oostende zijnde, hè? Dat zo komt voetballen in Anderlecht. Ze accepteren dat niet. Ik was gewoon aan het wachten op een goal van de. Van de monsterspits, Thierry Ambrose. Is heel goed gespeeld, hè. Guadeloupeaan, hè. Weet je wie dat ik ook opvallend vind? Wie dat ik ook opvallend vond? Die Albanese. Die dat op Grealish lijkt. Mm-hmm. Je weet op wie dat ik het heb, hè. Ik een vrije typeke, zo die. En ook wat ik zo erg vond, wij worden eruit gelopen door Robidaze. Wat is Robidaze? Respect naar Robidaze, hè. Nee, maar het komt erop neer. Anderlecht had dominanter kunnen spelen, maar ze hebben toch gewonnen. Exact. Goal van Silva, heel lekker. Anderlecht speelt kampioen dit seizoen. vooraf te sluiten heb ik hier een lijstje met een paar heel korte vraagjes. Snel antwoord geven. Play-off 1, wie doet er daar allemaal aan mee? Ik ga zeggen Brugge, Antwerp, Gent en Genk. Bryce? Brugge, Antwerp, Genk. Anderlecht. Ik zeg hetzelfde als Bryce. Dus geen Gent, volgens jullie twee. Ik twijfel. En ik zeg geen Anderlecht. Ja, degradatie. Wie degradeert er dit seizoen? Serra. Ja, of Serra. 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 Zijn we het allemaal mee? Dat hoop ik ook gewoon. Sorry, maar Oké, de ploeg die het meest verrassend gaat zijn dit seizoen? Westerlo. Leuven. Ik zeg ook Leuven. Leuven. Ja, ik heb Leuven ook zien spelen in het voorseizoen en tegen Kortrijk. Ik vond Leuven spelen. Kortrijk slecht. Maar ze hebben 2-0 gewonnen. Ja, ze hebben gewonnen. Ik vond het echt slecht. Ze hebben gewonnen, dat boeit niet. Het is Leuven. MVP. MVP. Ja, bedoel, Gouden Schoen kun je ook zeggen, maar ik vind het cooler om MVP te zeggen. Tissoudali.
Ik ga me wel aan de licht hard. Fabio Silva. Fabio Silva. Beste jij ook? Transfer, ja. Okay. De beste transfer? Ik wil Nielsen niet zeggen, fuck Nielsen. Ik ga ook Jude Gladden zeggen. Esposito. Oké. Okay. Maar dat is niet echt de transfer. Huh? Maar ja, ja, dat dan mee. Dat dan mee. Ja, oké, okay, maar ja, in dat geval Turu naar Riga dan. Ah ja, dat is beter. Voor mij, ik ga naar... Alhoewel, nee, fuck, sorry. Ja, ook Jan. Nee. Alderweireld, voilà. Alderweireld. Je zegt jij al maar. Ah, wel, ik ga wel Turu naar Riga zeggen. Oké. Okay. Ik denk dat hij echt een heel grote versterking is voor Gent. Ja, dat heel handig is. Ik ga tegen mijn principe zien, ik ga Jutgla zeggen. Pff. Omdat ik het toch voel, hij gaat toch iets brengen in onze competitie. Ik voel het toch. Oké. Okay. De grootste flop-transfer? Kan ook Alderweireld zijn. Ja, ik kies Alderweireld. Dat denk ik niet. Ja, dat is gewaagd. Ik kies Alderweireld. Ik ga Jutgla zeggen. Ik pak die camera. Alderweireld is pas. Kasper Nielsen. Kasper Nielsen. Dat wordt een flop, jongen. Weet wat? Kasper Nielsen. En dan gaan we het afsluiten. Beste trainer van het seizoen. Jonas de Roek. Mark Brijs. Ik zeg... Karl Hoefkes. Dank u om te luisteren, dames en heren, naar een nieuwe aflevering van Langs de Zijlijn. Er hangen hier een paar shirts. Die hebben wij gekregen van Mystery Shirt uit een mystery box die we besteld hebben. Ja, zoals je kunt zien, allemaal in perfecte staat. Heel nette truitjes. Dus als je geïnteresseerd bent, neem zeker eens een kijkje op zijn Instagram en op zijn website. MysteryShirt.com. Welke shirts waren van Mystery Shirt? Die van City en... Aibar. Aibar en Beerschot. En van Beerschot. Dus ja, zeer kwalitatieve truitjes. Absoluut. Zeer tevreden. Zeker kijken. En dan gaan wij het hier afsluiten, jongens. Volgende keer terug met Vincent. Misschien best. Dank om te luisteren. Tot de volgende. Dag. Dag.